Yes mensen, welkom bij weer een nieuwe video van Pro Cycling Manager. Zijn het seizoen goed begonnen met Israel Premier Tag in 2024. We hebben al heel wat overwinningen op onze naam kunnen schrijven. En dan gaan we vandaag kijken of we dat voort kunnen zetten in onder andere Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en uiteindelijk ook Milan-San Remo en de verdere klassiekers. Maar we beginnen hier met Omloop Nieuwsblad, waarin we toch wel een redelijk goede selectie hebben met Teuns. Onder andere ook nieuwkomer Bolson Hagen zien we daar. Hugo Hoel ter ondersteuning. Ook Ryan Kamp, wat ook een sprinter gaat worden tijdens Parijs-Nice. Ondertussen zien we ook al de eerste valpartijen en ook de eerste opgave van Jonas Rutsch. Het regent ook, dus we zullen hier nog veel valpartijen gaan zien vandaag in omloop. De eerste kopgroep van 5 man, die gaan we natuurlijk niet redden. We hebben nog 2 minuten op 40 kilometer van de finish. Ondertussen is Dries van Gestel vertrokken, maar de mannen van Mathieu van der Poel gaan er achteraan. En ondertussen zien we ook een valpartij van Dylan Teuns. Die kan de pech niet besparen blijven. En nu is uiteindelijk Tom van Asbroek de man die het moet gaan afmaken. Want Teuns zal wel heel lastig worden om hem terug te laten komen. Omdat hier ook tempo wordt gemaakt door onder andere Kuhn en ook Søren Kraak Andersen. In dienst van Mathieu van der Poel. We zien wel de Lotto Destiny mannen op kop fietsen. Ik weet zo gauw niet voor wie. Ik denk de Lee. Maar daar kan Teuns wel een beetje van profiteren. Ondertussen Tom van Asbroek bij de laatste 11 overgebleven. Teuns en Bolson Hagen in dat achtervolgende groepje. Waar Niels Poliet van Kacher Roeral, hele rare transfer heeft hij gemaakt, op kop fietst. En daardoor kunnen Teuns en Bolson Hagen bijna de aansluiting maken bij het groepje van Asbroek. Uiteindelijk gebeurt dat niet helemaal. In de voorste groep is Mats Pedersen ondertussen gedemareerd. En hij haalt het tot de finish. Tom van Asbroek in de derde groep. Tweede groepje was nog een groep met Van der Poel. Een groepje van 5. En daarachter nog een groepje van 5 met Tom van Asbroek. Waar hij de sprint net niet wint van Mohoric. En Bolson Hagen Teuns wint de sprint van dat achter, de groepje daarachter. Worden dus 12 en 13e. Dus met een beetje pech toch nog wel een redelijk goede klassering gereden in de omloop. En dan gaan we door naar Strade Bianchi. Voordat we dadelijk met de Parijs-Nice en Tirreno Adriatico gaan beginnen. Aparte kopgroep zien we hier. We zien Sepp Kuss samen met Jay Hindley. En ook Bruto Messo van onze ploeg. Maar die is meer een sprinter. Dus die kan het niet zo goed bijhouden. Kuss en Hindley die blijven wel weg. Uiteindelijk is daar Pidcock naartoe gesprongen. En hier zien we ook nog 5 achtervolgers. Daarachter nog 2 renners. Onder andere Bajoli. En dan zijn hier de mannen van Van der Poel. Die Van der Poel terug proberen te brengen. En daarachter zit pas het groepje waar onze renners in zitten. Met onder andere Derek Guy en Buurt Schmid. Frigo, ook een hele goede renner op dit parcours. Heeft ook wel wat kasseien. Mathieu van der Poel gaat de aansluiting maken met de kopgroep. Met de Kuss, Hindley en Thomas Pidcock. En daarachter zien we hier Buurt Schmid op kop fietsen voor onze renners. En uiteindelijk is het dan Mathieu van der Poel die uiteraard hier Strade Bianchi gaat winnen. Fietsen nog tussenweg van Pidcock. Betty Ollis daar ook achter nog, zie ik. Op de tweede plek gekomen, heeft daar ook nog aansluiting gemaakt. Uiteindelijk eindigen wel op de 12e plek, wat zeker niet verkeerd is. Ook Hindley nog een top 10 plek vanuit de vroege vlucht. En achteraf gezien hadden we misschien ook beter kunnen starten met Dylan Teuns. Maar goed, hij zou een dag later starten in Parijs-Nice, waar we nu dus aan gaan beginnen. Dus dat was geen goede combinatie om te doen. Hier hebben we dus Dylan Teuns mee. In de sprints hebben we eigenlijk niet zo'n hele sterke renners. Ryan Kamp, zoals ik al noemde. Maar de eerste etappe lijkt niet eens in de sprint te gaan eindigen. Omdat het hier al gaat breken. Onder andere Dylan Teuns die hier al op een achterstand rijdt. Helemaal niemand van ons team rijdt uiteindelijk voorop. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer bij elkaar. En proberen we met Dylan Teuns op het laatste heuveltje nog wel wat te demareren. En dat lukt ook uiteindelijk. Maar we worden bijgehaald door het peloton. En uiteindelijk komen de sprinters er doorheen en Groenewegen wint dan voor Laporte en Pedersen die pakt dan ook nog die laatste bonies weg waardoor Dylan Teuns vierde wordt en helaas ook geen bonificatiescons pakt. Maar we zien wel dat er maar een slecht groepje is dat binnen dezelfde tijd eindigt, namelijk een groep van 35 man ongeveer. En David Gaudu bijvoorbeeld die eindigt al op 38 seconden, dus dat betekent al veel voor het algemeen klassement waarin we natuurlijk ook met Dylan Teuns hoog proberen te eindigen. Dan zien we eigenlijk hier dezelfde 3 sprinters verrast worden door Sam Bennett. En dan daarachter Peders, Groenewegen en Laporte. Die de vorige etappe dus 1, 2 en 3 werden. Maar Sam Bennett pakt dus etappe 2 in de massasprint. En Groenewegen behoudt nu de leiderstrui in dezelfde tijd als Sam Bennett. Maar Dylan Teuns staat er ook nog goed voor. Hier zien we een massasprint waarin Ryan Kamp nog best wel goed van voren zit. Gaat hier uiteindelijk 10e worden. Laporte die wordt hier toch verrast door Tom Pidcock. En ook Max Walscheid die hier een goede klassering rijdt voor Cofidis.
En zoals gezegd, dus Ryan Kamp op een 10e plek. Groenewegen Bouwse luisteraar hebben deze massasprint eigenlijk niet gezien. En dan is het tijd voor etappe nummer 4. Dan zijn de sprintetappes voor nu even geweest. Vogelsang zet hier een redelijk goede tijd neer. Maar uiteindelijk willen we met Dylan Teuns het algemeen klassement gaan rijden. Eindigt hier op een 13e plek. Op het moment dat hij over de finish komt, wordt uiteindelijk 14e in de tijdrit. Groenewegen gaat zijn gele trui verliezen, zoals gezegd. En Evenepoel wint hier de tijdrit, pakt de dubbel, want hij pakt ook de leiderstrui. En met Dylan Teuns staat op een nette derde plek. Mats Pedersen die gaat er sowieso nog tussenuit vallen, want dat is meer een sprinter. Hier zien we ook elkaar in het shirt van UAE nog een etappe pakken. Ook weer een hele aparte transfer. Groenewegen zagen we nog aan de linkerkant wel opkomen, maar die komt net te laat. Ook een goede ereplek voor Arvid de Klein, die daar tweede wordt. Algemeen klassement blijft redelijk ongewijzigd. Dan de eerste echte test, klimtest voor de klassementsrenners na de tijdrit. Dylan Teuns zat hier een beetje te slapen, of ja, ik zat dan eigenlijk te slapen. Miste hier de eerste aanval. Uiteindelijk is het wel een vroege vluchter, Eiking, die uiteindelijk de overwinning pakt. Dylan Teuns ging de sprint net iets te vroeg aan, waardoor Hirschi nog over hem heen springt. Maar Dylan Teuns pakt dit keer wel de bonies. Want hij wordt hier gewoon derde, pakt dus bonificatie seconden. En Pedersen nog steeds eindigde hij in dezelfde tijd, staat hij nog tweede in het klassement. Maar er gaat snel verandering in komen, want we zien hier al in etappe nummer 7, één na laatste etappe, een grote kopgroep met drie man van IF, zou je niet zeggen, want ze rijden alle drie niet in het shirt van IF, omdat twee nationale kampioenen zijn en de bolletjestrui van Eiking, die dus al een etappe had gewonnen. Maar deze etappe lijken ze voor Padoen te gaan, want die blijft als laatste over. Terwijl in de peloton de strijd is losgebarsten. We zien daar onder andere Benoot, ook heel knap dat hij daarbij blijft, met Evenepoel wegfietsen. Teuns die kan dan langs aan blijven. Hier zien we onder andere weer een skuld. Het is Tobias Johannes vanuit de kopgroep terugzakken. Maar uiteindelijk dus algemeen klassementrenners met drie man over. Benoot, Evenepoel en Dylan Teuns. Pedersen zien we niet meer terug. Uiteindelijk is het Gegen Hart die de sprint wint van Padoen bovenop de berg. En Teuns die pakt nog wel wat belangrijke secondes op Evenepoel. Ik had misschien iets eerder tempo moeten gaan maken, maar ik zat eerder te wachten tot Evenepoel. Ik probeerde gewoon Evenepoel bij te houden, maar ik had wel wat meer energie. Dus ik had misschien wat meer tijd kunnen pakken. Want nu staan we op 17 seconden en dat is in die laatste etappe wel echt lastig goed te maken. Ze gaan hier mee in de kopgroep met Juntunen. Onder andere Osorio, die Colombiaans kampioen de tijd op de weg is geworden in het echt. Maar ja, die kopgroep gaat het niet redden. Vooral Juntunen was niet goed in vorm. Die rijdt hier al achter peloton. En dan is het tijd voor Dylan Teuns om wat te proberen. Want ja, we moeten 17 seconden goed maken. En als je even snel rekent, dan kan dat niet alleen maar met bonies. Dus een punt hier proberen weg te komen. Eerste bergje lukt niet, want Navarez maakt tempo. Dan tweede bergje lukt ook niet. Want iedereen rijdt gewoon achter mij aan. Uiteindelijk is het Tobias Johansen die hier de overwinning pakt in zijn bolletjestrui. Dan is het hier Teuns die naar de derde plek sprint. En ik dacht hier nog even slim te zijn om Vogelsang nog even terug te laten zakken. Want hij zou vierde worden. Maar ik dacht als ik hem terug laat zakken, dan pakt misschien Teuns nog wel wat secondes op het peloton. Maar die wordt gewoon in dezelfde tijd gezet, helaas. Dus komen we eigenlijk 2 seconden dichterbij Evenepoel. Winnen we wel de puntentrui met de gelijke puntenaantal als Mats Pedersen. Dus dat is nog wel een leuke bonus. Maar helaas kunnen we het algemeen klassement niet winnen. Maar goed, dat is helemaal geen schande tegen Evenepoel. Tegelijkertijd werd de Tireno Adriatico gefietst. Ik liet ze niet tussendoor zien, omdat ze worden tegelijkertijd gefietst. Maar dan wordt het wel heel verwarrend. Dus ik laat ze hier gewoon achter elkaar zien. Heel veel Italiaanse sprinters aan de start. Maar het zijn twee Nederlanders die hier 1 en 2 worden. Jacobsen, Kooi. Die pakken de 1 en 2. Jacobsen die net op het laatste moment die jump kan maken om Kooi te verslaan in de sprint. Zelf hebben we ook wel sprint bij Rick Zabel, maar dat is natuurlijk niet het allerbeste. We hebben sowieso eigenlijk geen hele goede sprinters. We hebben niet echt geïnvesteerd erin. Niet slow is weggegaan. En eigenlijk geen goede sprinter voor teruggekomen. Wel een aantal talentvolle renners. Onder andere Pickrell is dat. En ook Brito Messo hebben we al gezien. Dat zijn wel talentvolle sprinters. Maar die moeten nog wel wat groeien. Dus we gaan hier gewoon voor het algemeen klassement. Gaan we ook de goede kant op. Tiberi, Guy, onder andere Frigo ook nog. Dan een goede klimmer. Die eindigen hier allemaal in het peloton waar Mohoric de sprint bergop wint. Van twee Ineos renners, Bernal en Luc Plep. En zelf komen we niet aan te pas. We verliezen wel 20 seconden met al onze renners. En ook zien we dat Jacobsen die de gele trui gaat verliezen uiteraard aan Mohoric. Die pakt daar genoeg bonies. En dan natuurlijk ook nog tijd op het groepje Jacobsen. Waardoor hij dan in de leiderstrijd komt.
En daarvoor gaat hij hier ook de sprint aan. Misschien wel aantrekken voor Milan is niet helemaal duidelijk. Ze gaan met z'n tweeën in ieder geval de sprint aan. Maar het is uiteindelijk Philipsen die voor Jacobsen de sprint gaat winnen. En dan wordt derde nog Albanese, waardoor de twee Bahrein-renners niet in de top 3 komen en geen bonus pakken. Dat is wel jammer voor Mohoric. Ja, Wiersmith van onze ploeg wordt 18e, niet zo heel spannend. Algemeen klassement blijft redelijk ongewijzigd voor deze etappe, etappe nummer 4. En daar moet het toch wel echt gaan gebeuren voor de klassementsrenners. Ondertussen kopgroepje weg, Affini en Kung, die houden het voor gezien. Die laten ze hier terugzakken, waar Ineos toch wel tempo heeft gemaakt. Hier onder andere Ganna, die hier op kop viest. Probeer het maar met Frigo, want de eerste kopgroep werd teruggepakt. Tweede kopgroep wordt ook teruggepakt. En dan is het uiteindelijk Buratti, die met Brent van Moer. En daarachter komt nog Mulebrand, de Afrikaanse kampioen in het echt. Die komt er nog achteraan, maar ja, ook hier Ineos die laat ze gewoon echt niet gaan. En daardoor wordt het een hele gecontroleerde aanloop richting die berg. En op 3 kilometer van de finish is het peloton nog steeds nagenoeg compleet. Hier zat ik wel even niet op te letten, want Guy en Thibery die zaten te ver achter in dat groepje. Maar die hadden wel nog veel energie wat scheelde, waardoor ik een hele grote inhaalslag kon beginnen. Ja, Pogacar kunnen we natuurlijk niet meer inhalen, maar uiteindelijk wordt Guy gewoon nog vierde in die bergetappen. En dat is natuurlijk wel een heel goed uitgangspunt voor het algemeen klassement, want daar staat hij op dit moment vijfde. Heeft Bernal net niet kunnen inhalen, maar Zana, Carapaz zitten daar nog tussen. Dat zijn natuurlijk ook niet de allerbeste klimmers, waardoor toch wel perspectief staat op een top 3 misschien wel, net als in Parijs-Nice. Vervolgens hebben we inderdaad nog best wel veel energie over met Guy, terwijl Thibery echt al helemaal is uitgeput. Dus probeer maar eens een aanvaltje plaatsen, 16 kilometer voor de finish, maar ze zitten er al dicht op. Onder andere Woods bij Groepema, die fietste vorig jaar bij ons, maar heeft dus voor Groepema gekozen, die echt wel versterkt zijn. Ook met Jacobsen die daarheen is gegaan en onder andere Woods dus. Guy rijdt hier al een gat dicht op het groepje wat weggesprongen, want ook daar zaten we niet helemaal op het wiel. Hier wel, Alaphilippe laten we maar gewoon eventjes voor wat het is, niet belangrijk voor het algemeen klassement, dus die mag de etappe pakken. Wij volgen gewoon het wiel van Pogacar, kunnen dat uiteindelijk net meer bij je houden, maar eindigen hier toch wel goed op een vijfde plek in de etappe achter Zana, wat natuurlijk ook wel een directe concurrent is. Net als Carapaz die ook in dezelfde tijd als Guy eindigt. En we stijgen wel een plekje. We staan nu op de vierde plek. Ik weet niet zo gauw wie daar weg is gevallen. Etappe nummer 6. De ene laatste etappe. Die is voor Freile. Ondertussen de peloton konden wel gaan sprinten. Maar had geen zin meer voor de negende plek. Olaf Kooi die daar nog een sprint wint. Maar Freile die dus de overwinning pakt in deze etappe. Guy staat nog steeds vierde in het algemeen klassement. En dan is het tijd voor de tijdrit. Frigo als eerste Italiaans kampioen. Nog steeds super verbaasd hoe hij dat is kunnen worden. Maar goed, hij heeft dat truitje wel mooi voor een jaar. Ook Wiersmith een hele goede tijd. Op het moment dat hij over de finish komt, staat hij zevende. Thibery valt een beetje tegen, net buiten de top 20. Maar het moet uiteindelijk komen van Guy. Hij moet een goede tijdrit rijden om in ieder geval zijn vierde plek vast te houden. Een derde plek wordt lastig, want dan moet hij beter rijden dan Zana en ook Carapaz. Dan moet hij dan ongeveer een minuut op goed maken. Dat werd wel heel lastig. We zagen het Stefan Kuhn de beste tijd hebben, maar op het einde wordt uiteindelijk Ganna als winnaar uitgekozen. Dan hebben we dus inderdaad die vierde plek met Guy te pakken. En dan zijn alle truien voor Pogacar, behalve de jonge trui, die is dan voor Filippo Zana. Gewoon een uitstekende vierde plek voor Derek Guy. En dan gaan we naar de laatste rit van deze aflevering. Maar nog wel de mooiste, denk ik wel. Want het is natuurlijk de eerste monument wat we gaan rijden dit jaar. En dat is Milano Sanremo. Twee man van Aiolo Cometa. Samen met Guarnieri in de kopgroep. Maar die worden al snel teruggepakt. Zien we hier een counteraanval van Turgi en Tiller. Dat zie je heel veel in PCM. Dat soort klassieke renners in de aanloop van die twee steile klimmetjes gaan demareren. Maar dat heeft allemaal geen zin. Want hier wordt echt wel tempo gemaakt. En we zien daar Mathieu van der Poel 4 kilometer van de finish wegrijden. En niemand heeft echt meer energie om hem terug te pakken. Je ziet hier Thibery op 99 tempo. Kan hem gewoon niet bijhouden. En uiteindelijk trekken we dan die sprint aan voor Boris van Hagen. Mathieu van der Poel die komt wel als eerste over de finish. En dan pakt Boris van Hagen net die tweede plek voor Mats Pedersen. Echt een uitstekend resultaat. En ook Teuns die nog vijfde wordt. Heel het peloton was gewoon moe en op. Dus konden gewoon netjes die sprint aantrekken voor Boris van Hagen. Pakken we die tweede plek en dan is dit ook het einde van de aflevering. Ik hoop dat je hem leuk vond en ik hoop jullie weer de volgende keer weer te zien.